Hoe heeft u dat zelf ervaren, een beetje die dynamiek tussen studenten? Ben je zelf lid, of niet? Nee, ik ben zelf geen lid. Ik zit ook niet bij de studentenvereniging. Nee, dat zie je zo. Oh, shit, die had ik niet zien aankomen. Awesome, kunt u mij horen? 17 oktober dit jaar is een speciale dag, want dan bestaat de Radboud Universiteit in Nijmegen precies 100 jaar. En afgelopen week werd dat in Nijmegen al uitgebreid gevierd met een volle feestweek. En onderdeel van die feestweek was onder andere een live editie van Maarten van Rossum, de podcast. Toen hebben we Rita gekregen, weet u nog? Die zei dat iedereen op straat Nederlands moest spreken. Ik was nog in mijn nopjes, denk, zijn we Limburg kwijt. In de grote collegezaal gingen Maarten en ik in gesprek met 400 studenten. Over de actualiteit, studeren en nog veel meer. Aan. 100 jaar katholieke universiteit en je zou kort kunnen samenvatten, hij wordt steeds minder katholiek. En over 100 jaar is hij niet katholiek meer, want dan is iedereen al lang vergeten wat katholiek eigenlijk precies is. Al zou het kunnen dat het nu al niet meer eigenlijk. Oh, nou ja, heel geruststellend. Ik was hier lang, lang geleden voor een promotie. En ik was promoties in Utrecht gewend en ook wel eens in Amsterdam. En dit was toch wel een hele speciale festiviteit. Want telkens werd de indruk gemaakt dat de promovendus er niet veel mee te maken had. Maar dat onze lieve heer een prominente rol had gespeeld in het productieproces. Wat ik eerlijk gezegd, als ik de promovendus was geweest, nogal vrij vervelend had gevonden. Dat hij er eigenlijk nauwelijks bij betrokken was geweest. Het begon met gebed, het eindigde met gebed. Dat je denkt, nou kom op jongens, dit is niet verstandig. En is dat nu nog steeds zo? Ja, ik zie je de rector vooraan zitten. We kunnen even vragen aan hem. Is dat nog steeds zo, meneer de rector? We beginnen nog steeds met de woorden die al 100 jaar gebruikt worden bij een promotie. Maar wat wel verdwenen is dat de bul wordt uitgereikt in de naam des heren. Ach, dat moet toch geruststellend zijn voor... Nou moet ik u zeggen, laat ik ook niet al te hoog opgeven van Utrecht, want daar werd de bul uitgereikt en daar bleek mijn naam verkeerd gespeld te zijn. Dus in strikt juridische zin ben ik nooit gepromoveerd. Ik heb het ding ook meteen weggegooid. En interessant genoeg, er is nooit door iemand naar gevraagd of ik ook een schriftelijk bewijs had van de promotie 0,0. En wat zal ik verder zeggen over Utrecht? Daar heb ik gestudeerd in onder totaal andere omstandigheden dan daar nu heersen. Ons hele jaar bestond uit 17 personen. Daarvan waren twee meisjes die de studie stopten nadat ze verloofd waren geraakt. Ik heb nog tegen ze gezegd, dat is niet verstandig. Want ja, je weet hoe het gaat, zo tegen je 40ste dan zul je vaak op eigen benen komen te staan. Door omstandigheden die we nu niet zullen schetsen, zeker niet aan een katholieke universiteit. Waarbij de echtverbintenis, zoals u weet, voor het leven is. En ook voor na het leven, maar daar bestaat nog onvoldoende informatie over. En ik weet wel dat de snelste afstuderende bij ons inderdaad een heel, heel kwiek en gezond uitziende jongen. Die werd zendeling op Nieuw-Guinea. En die is daar opgegeten in de Balim-Vallei. Dus er zijn van mijn jaar, dan zijn er in principe nog, 14 over. Maar dat weet ik eigenlijk niet precies hoeveel het er zijn. Maar het aantal geeft al aan dat de studie iets een totaal andere propositie was. Er waren geen werkgroepen bijvoorbeeld. Je ging naar college, of je wel of niet ging, kon niemand ene klap schelen. Maar als je tentamen ging doen, ging je altijd 3 weken voor het tentamen op de eerste rij zitten. En dan keek je belangstellend, dat moet je even zien te leren, belangstellend kijken. Als u toch zit te pitten of zo vaag naar het plafond zit te staren, dat maakt geen indruk. En wanneer die tentamens waren, wist niemand. Je kon opbellen of vragen wanneer het zou kunnen. En dan deed je tentamen meestal aan huis bij de hoogleraar. Waar je dan meestal wel een kopje koffie kreeg of een stuk ontbijtkoek of zoiets dergelijks. Met een beetje goede wil zat je er 2,5-3 uur. Maar het grote voordeel was natuurlijk dat het niet schriftelijk was. Dat ik hier zit, dat ik ooit ben aangenomen, dat ik prachtige cijfers heb gescoord, is zuiver en alleen te wijten aan het feit dat ik nooit iets schriftelijks heb gedaan. Afgezien van mijn doctoraalscriptie, die zo dik was dat ik sowieso ook puur op gewicht hoog scoorde.
Maar omdat ik nooit iets schriftelijks heb gedaan en altijd langdurig mondeling, en dat is ongeveer de enige waar ik goed in ben, is aan het woord blijven. Veel hoogleraren hebben pas veel te laat in de loop van het tentamen in het snotje dat de hele strategie van de studenten bestaat dat je aan het woord blijft. Zodat er niet plotseling een onverwachte vraag wordt gesteld. Ja, bijvoorbeeld, ik herinner het me nog, zo erg was het, wat is het verschil tussen Taine en Thiers? Het zijn twee Franse historici uit de 19e eeuw. Ik had niet de flauwste idee, maar dat kon je dan bij zo'n gelegenheid weer niet zeggen. Maar het is uiteindelijk toch allemaal heel goed afgelopen. En daar ben ik ook treurig genoeg ook wetenschappelijk medewerker geworden. Tenslotte na een kort intermezzo bij een onderzoeksinstituut in Duitsland, waar ik ontzettend prettig gewandeld heb en veel wijn heb gedronken. En al het verzamelde materiaal in dat jaar heb ik nooit gebruikt. Mocht u ook weer gaan, of mocht iemand hier gaan promoveren, zorg dat hij op tijd gaat schrijven. En zorg dat u op tijd weet wat het onderwerp is waarover u gaat schrijven. Want anders kan het wel net zo lang duren als bij mij, namelijk 12 jaar. Ja, u ziet, ik heb 8 jaar gestudeerd. Ik heb 12 jaar met dissertatie gewerkt. Dat is samen even lang als Mark Rutte en hoe heet het, die Rooms-Katholieke voorman ook weer in Leiden hebben gestudeerd. Ja, Rutte heeft 8 jaar gestudeerd. Hoe heet dat nou, die oplichter, die... Sorry. Maxime Verhagen. Maxime Verhagen, ja. Onze Maxime. Ja. Maxime, ik sta achter je, weet u het nog? Nee, dat bent u natuurlijk ook al lang weer vergeten. Ja. Ja, tegenwoordig staat er in het CDA vrijwel niemand meer achter je. In die zin is het gewoon even wachten. Ik had in mijn leven had ik 2 grote dromen. Dat ik zou sterven als de laatste abonnee van de Telegraaf de zaak had opgezet. Als Rutte al enige jaren met pensioen was. En wat had ik nog weer? Ja, als het CDA verdwenen is. Dat was ook wel een van mijn. Maar het wonderlijke feit doet zich voor dat ik dat lang gedacht heb. Dat ik dolblij was met de Paarse kabinetten, om u eerlijk de waarheid te zeggen. Ik vond het echt een verademing dat we een keertje niet dat gelul over die zondag hadden. Ik wil ook over die zondag nog wel iets zeggen. U bent vrijwel allemaal zo jong dat u de echte Hollandse zondag nooit heeft meegemaakt. Niet waar? Eigenlijk werd elke week een hele dag verpest. Hè? Vanwege de zondagsrust. Want daar lag over het land een lode deken van... Je mocht niks. Als je een scheet wilde laten, moest je wachten tot zondag 001. En dan, eventueel maandag was dat dan natuurlijk. Het was verschrikkelijk. En nog erger is dat we op dat punt door die orthodoxe christenen die daar natuurlijk achter zitten... Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom wij het enige land ter wereld zijn waarop niet op zondag wordt gestemd? Heeft u nooit over nagedacht, hè? Wil ik wedden. Wie wel? Hier. Oh, daar is dus 1 enkele persoon die zich dat wel eens heeft afgevraagd. Dat komt omdat in het Oude Testament staat dat de Heer ontzettend tegen verkiezingen op zondag is. Hij is sowieso geen vriend van verkiezingen, dat voelt u wel aan uw water. Het is niet, als u een beetje het Oude Testament kent, dat is niet een figuur. Nou ja, Erdogan is er niks bij, zal ik maar even zeggen. En toen heb ik ooit de moeite genomen, maar dan zal ik dit korte college stoppen, om het hele Oude Testament en het hele Nieuwe Testament te lezen. Het leek me toch nuttig, ook voor een ongelovige, om er kennis mee te maken. En ik moet u zeggen, het Oude Testament is wel misschien het meest wonderlijke boek wat ik ooit gelezen heb. Zoals u weet is het niet 1 boek, althans... Afgezien van de Staphorst is wel duidelijk dat het door meerdere auteurs vervaardigd is. Maar het is bijvoorbeeld zo onbeschrijfelijk misogyn dat ik helemaal niet begrijp waarom dit niet herschreven moet worden. Agathe Christie moet herschreven worden. Dan zou ik zeggen, dan is het ook wel tijd om het Oude Testament eens aan te pakken. En dat niet alleen. Ik las tot mijn stomme verwondering in het Nieuwe Testament... Wat een stuk minder gek is dan het Oude Testament, laat ik dat er direct bij zeggen. Vooral ook omdat de Heer Jezus nogal wat gevoel voor humor heeft. En zelf ook wel ziet dat die discipelen zoiets ongeregeld zijn, die tot niets in staat zijn.
Geheel terecht naar mijn idee. Maar daar staat op een goed moment, de Heer is bezig op de Sabbat, dat was toen natuurlijk de vrijdag, maar goed, dat hebben wij nou verschoven. Maar op de Sabbat was hij bezig met een klusje. En dan komen de schriftgeleerden voorbij en die roepen hem tot de orde. Zeggen, ja, zegt, wat is dat nou op de Sabbat? Hoor je rustig te houden, je mag helemaal niks doen op de Sabbat. Waarop de Heer Jezus zegt, ik wijs er even op met nadruk, de Sabbat is er voor de mensen. De mensen zijn er niet voor de Sabbat. Als je iets leuks te doen hebt op de Sabbat, je kunt iemand genezen, je kunt iemand helpen, je kunt de afwas doen voor je moeder, dan moet je dat doen. Dat zegt hij er allemaal bij, ook over die afwas. Dus we zijn gewoon belazerd door die orthodoxe christenen die suggereren dat je op de Sabbat nog niet eens naar de wc mag. Want daar kwam het op neer. Kortom, en dat niet alleen, nee, laat ik daarmee afsluiten, dat die orthodoxe christenen erin geslaagd zijn om de suggestie te wekken, waar de hele Nederlandse geschiedschrijver bol van staat, dat zij spreken namens de Nederlandse natie, dat is echt de grootst mogelijke kletskoek. Daar hebben we natuurlijk ook die emancipatiebeweging aan te danken, die tenslotte heeft geleid, naar mijn idee heel ongelukkig, tot de Rooms-Katholieke Universiteit. Want ja, u had niet anders van mij verwacht. Ik wil geloven en wetenschap hebben helemaal niets met elkaar te maken wat mij betreft. Mag allebei, zo is het niet. Maar het blijft natuurlijk vrij ongelukkig. Sterker nog, wij hadden... Nee, wat had ik gezegd? Dat dit het laatste was. Ja, precies. Ja. Nou, nog één klein puntje. Wij hadden in Utrecht heel veel orthodox-christelijke studenten. Overigens harde werkers, betrouwbaar, er was niks mis met ze. Die meisjes hadden nog van die lange jurken aan tot op de enkels en zo. Ik heb één keer het tv-debat gebed voorgelezen. Nou, dat hebben ze een klacht ingediend wegens heiligschennis. Maar waarom kwamen ze in Utrecht studeren? Omdat ze te VU, dat waren nep-christenen. Die deden net of ze christelijk waren, maar die waren het niet. Bij ons wist je zeker dat we tot de laatste man satansknechten waren. Zodat je ook helemaal nooit in aarzeling hoefde te verkeren of wij wat wij wel zeiden, of dat niet allemaal in strijd was met godsdienstige principes. Dus ze gingen liever naar ons dan naar die zogenaamde lichtgewicht christenen aan de VU. Dat is toch interessant. Op dit punt heb je natuurlijk, zouden er bij ons ook... daar eindig ik mee. Wie van u is nog gelovig Rooms-Katholiek in die zin dat hij a. eenmaal per week naar de kerk gaat, b. gelooft aan een persoonlijke God, en c. het werk onder zijn kussen legt in de hoop dat hij nadat hij aan de Heer Jezus heeft gevraagd om hem een beetje bij te staan, dat het dan de volgende ochtend in zijn hoofd zit. Wie beantwoordt aan al deze drie eisen? Volgens mij zie ik nul handen. Wie gelooft in een leven na de dood? Eén persoon. Dat is wat ik hoop noem. Ja. Laten we wat vragen doen, Maarten. Wie wil als eerste een vraag stellen? Het mag, dat beloof ik alvast, over van alles gaan. Dus er is geen enkele structuur. Je mag vragen wat je wil. Wie opent het bal? Wie mag als eerste? Hier vooraan, meneer. Wie bent u en welke vraag heeft u? Ik ben Bart Possers en ik wil er even op wijzen. Dat is eigenlijk geen vraag. Maar dat de voormalige katholieke universiteit helemaal geen katholieke universiteit meer schijnt te zijn. Sinds de bisschop dat heeft teruggedraaid. Ja, de bisschoppen hebben dat gedaan. Ja. De paus die was dat geloof ik niet mee eens. Nee, die rijdt in een Renault 4, dus die is wel bij de tijd, zal ik maar zeggen. Maar die bisschoppen, het lijkt mij voor de organisatie als zodanig een bevrijding. Maar nuttig dat u er even op wijst. Ja, want u heeft het steeds over katholieken. Ja, er zijn altijd van die oudere mannen die eigenlijk toch licht teleurgesteld zijn dat zij niet uitgenodigd zijn om het betoog te houden. Dank u wel. Oké. Okay. Andere vragen. Wie heeft er een vraag voor Maarten? Ja, ik ben Tim, student filosofie. Mijn vraag was, ik vind dat u altijd hele accurate en wel overwogen voorspellingen en duidingen van de wereld heeft. Vindt niet iedereen, hè?
Nee. Maar ik wel, ja. Dus dan is dat duidelijk. En ik vroeg me af, als u zou moeten zeggen dat één ding wat u nu duidt incorrect zou zijn, waar acht u dan de kans het grootst dat welk ding gaat dan onjuist zijn? Welke voorspelling, waar zit uw blinde vlek als u zou moeten kiezen, als u zeker weet dat het iets is? Oké. Okay. Dan moet u eerst vragen of ik een voorspelling doe op een bepaald terrein natuurlijk. Nou, niet per se voorspellingen, maar bijvoorbeeld uw geopolitieke duiding over China. Oh ja, dat is wel leuk. Nee, dat is een leuk onderwerp. Van alles. Ja, dat is een heel leuk onderwerp. Ja. Want u weet dat allerlei geopolitieke denkers, die zijn er vast van overtuigd dat China en de Verenigde Staten op relatief korte termijn met elkaar in oorlog zullen raken. Stafchef van het Amerikaanse leger heeft er ook gezegd 27. En er zijn ook wel lui die hebben gezegd 26. En er is zelfs een figuur, dacht ik, 25. Er is zelfs een figuur die dat al meerdere malen heeft voorspeld. Dus dat geeft te denken natuurlijk dat zo het geval zou kunnen zijn. En ik moet u zeggen, hoe oud bent u? 24. Nou, het zou mij verbazen als de Chinezen dat zouden doen in uw levensspanne. Ja, dat hangt een beetje vanaf hoe oud u wordt natuurlijk, dat geef ik toe. Dat weet je nooit helemaal zeker. Maar op een afzienbare termijn zie ik dat absoluut niet gebeuren. Om een vrij simpele reden, dat de risico's die de Chinezen daarbij zouden lopen van omvangrijke aard zijn. Waarvan het grootste risico misschien wel is dat het zou kunnen mislukken. En als het grandioos zou mislukken met alle neveneffecten daarvan, zou dat natuurlijk voor de partij, en vergeet niet, China wordt gerund door een totalitaire partij. En wat China doet, of wat is in, laten we zeggen, wordt bepaald door de belangen van de partij, niet door China. Niet door een soort national interest of zo. Nou hebben wij Rutte, dat heeft ongeveer dezelfde effecten, maar goed, even afgezien daarvan. Dat is de crux van de zaak. En als u moet vanavond maar even op de kaart kijken. Een amfibisch, Taiwan, ja, ik wou zeggen Formosa, dat is een van die ellendige plaatsen in de wereld. Die elke 25 jaar een andere naam hebben. En met de Congo, daar zit je er altijd fout mee. Hè? Er zijn ook meerdere Congo's, het is verschrikkelijk gewoon. Zeker als je wat ouder wordt. Taiwan ligt 150 kilometer uit de kust van China. Als u even kijkt naar de opbouw van Taiwan, die is eigenlijk heel merkwaardig. Het is een soort geologische aberratie, zou je het kunnen zeggen. Maar bijvoorbeeld de fijne Normandische stranden heb je er helemaal niet. Een amfibische landing op Taiwan is een hele, hele lastige onderneming. En bovendien hebben, voor bij mijn weten, ik heb nog nooit ook niet van Rob de Wijk gehoord, dat ze omvangrijke amfibische oefeningen houden. En moet u denken hoeveel moeite het de Amerikanen en de Engelsen heeft gekost om in Normandië een amfibische landing uit te voeren. Daarvoor heb je een heel apart soort vloot nodig. Nou, van allerlei. Dus nee, ik zie dat niet gebeuren. Dat neemt niet weg dat de Chinezen elke kans zullen aangrijpen voor dat infantiele gekloot waar ze zo goed in zijn. Dus laagvliegende vliegtuigen, nou ja, de beschieting van die malle eilandjes, dat zal allemaal wel het geval zijn. En waarom Amerika zelf erin meegaat, dat blijft natuurlijk eigenlijk heel wonderlijk. Kijk, van de Chinezen weet je, het is de partij. En die heeft ooit op een ongelukkig moment gezegd dat Taiwan erbij hoort, wat eigenlijk historisch gezien vrij dubieus is. Want u heeft het vast even nagelezen hoe het zat, omdat u over China begon. Maar Taiwan is vanaf het begin van de vorige eeuw in Japanse handen geweest. Toen hebben ze besloten dat het na de Tweede Wereldoorlog dan niet meer van de Japanners, maar van de Chinezen zou zijn. Maar toen is het in handen geraakt van de nationalistische Chinezen. En heeft ze geleidelijk aan, stap voor stap, democratisch ontwikkeld. U bent te jong om te weten dat er vroeger was het Taiwanese parlement. Dat was echt elk jaar pal. Daar sloegen ze elkaar op de bek en zo. Het was net de boerenpartij eigenlijk. Hè? Ja, die deden dat ook, maar dan vaak nog achter het groene gordijn. Maar is dit nou eigenlijk antwoord op de vraag? Dat zit ik me even af te vragen. Ja. De vraag was, wat is je blinde vlek? Het gaat voorlopig niet gebeuren, maar ik geloof zelf dat mijn voorspelling ter zake dat die juist is. Maar zeg je dan dat je geen blinde vlek hebt? Een hele gekke blinde vlek, dat je heel China niet ziet.
Ja, oké. Ik had een vraag. Ik heb in 2021 heb ik eindexamen gedaan. En laat het nou zijn dat bij het Nederlands examen er een tekst van u in was opgenomen over geschiedenisstudenten en historici. Dus ik vraag me af, laat het zijn dat ik in datzelfde jaar geschiedenis ben gaan studeren. Dus ik vraag me af wat uw mening is over mensen die nu geschiedenis studeren en wat de rol van historici in de toekomst zou kunnen zijn. Laten we met het laatste beginnen. De praktijk leert dat historici werkelijk in staat zijn om alle denkbare beroepen uit te oefenen. Ons staatshoofd is een historicus. Over de kwaliteit kan ik niet oordelen. U begrijpt dat wij ontzettend lang geprobeerd hebben om achter de schermen die scriptie van Willem-Alexander te lezen. Die gaat over Charles de Gaulle. En Wesseling heeft daar overigens ook alweer tot zijn vader verzameld, een bekende Leidse historicus, die heeft daar een 8 voor gegeven. Nou was Wesseling wel een beetje een oranje klant. En die schreef ook redenvoeringen voor Beatrix en zo. Dus wat die 8 waard is, ik durf het u niet te zeggen. Maar goed, de koning is dus historicus. U weet, onze minister-president is historicus. De reeds genoemde Maxime Verhagen is een schandvlek op het vak. Hogevorst was historicus, het komt vrij veel voor. Ik heb zelf ook altijd betoogd dat het geen bal uitmaakt of je nou rechten had gestudeerd of geschiedenis. Het gaat erom dat je een paar jaar van de straat bent, dat je leert om een stuk te lezen, dat je leert om een klein stukje te schrijven. Dat hoeft nu ook niet meer in verband met chat. Dus, nou ja. Het gaat echt wel de goede kant op. Voor alle docenten is de uitvinding van chat een meesterlijke vondst, die hem in ieder geval een aantal kleine dia's bespaart bij het lezen van eerstejaarscripties. U weet niet hoe erg dat is, dat je hersens dat aanvoelt alsof er een hele grote hongerige kakkerlak door je hoofd zwemt, als het ware, wandelt, ik weet het niet. U heeft groot gelijk, dat is nummer 1, dat vroeg u, om geschiedenis te studeren. Het is een prachtig vak. Zonder meer, u hoeft er nooit meer te vervelen in uw leven, want geschiedenis is ook een van de weinige vakken die elke dag groter wordt. Dat wordt ook nog wel eens vergeten, dat het een heel expansieve onderneming is in feite. En ik neem aan dat u het bent gaan studeren omdat u het leuk vindt. Ja, zeker. Ja, nou ja, ja. Dat is de beste reden om een studie aan te vangen. En u zult zien aan het eind daarvan, Dan opent zich een vrij breed panorama van mogelijkheden, omdat het niemand uiteindelijk iets kan schelen als u waarschijnlijk personeelschef van de gemeentereiniging Roermond wordt. Of u, altijd weer Roermond, hè? Of u dan geschiedenis heeft gestudeerd, of rechten, of sociologie, of sociale geografie, of een van die talloze vakken die enorm interessant zijn, overigens waar ik geschiedenis verreweg het interessantst zou vinden. Ik wil u ook wel oproepen om, als u toch denkt na een jaar, het is niet zo leuk als ik dacht dat het zou zijn, om ermee te stoppen. Ik vond een van de vervelendste problemen van de geschiedenisopleiding is dat ik wil de meerderheid niet te naspreken, maar een aanzienlijke minderheid, daar had je altijd de indruk van, wat doet u hier in godsnaam? Hè? U bent niet geïnteresseerd in intellectuele problemen. U brengt elke week naar het werkgroepje het handboek mee, waarvan ik moeiteloos kan zien dat u er nooit in gekeken heeft. Mag ik u ook deze tip geven? Als u een handboek heeft in pocketvorm, zorg dat het even handig opengeknakt wordt. Dat u althans de indruk maakt dat u er wel eens in heeft gekeken. Dat u ook niet, dat was ook zo wat bij hoorcollege, dan ging je iets zeggen wat interessant was, een leuke roman over de zuiveringen in de jaren 30, ik noem maar wat op. Darkness at Noon, prachtboek, kan u warm aanbevelen. Gingen altijd de vinger op, meneer, moeten we dat weten voor tentamen? En dan zei je, nee, dat hoeft niet. Oh. Is dat even handig, hè? Dus ja, maar verder juich ik het van harte toe. Oké. Pak de microfoon even, dan kunnen we je goed horen. Ga je gang. Oké, ik ga er ook even bij staan. Ik ben ook een jaarsgenoot van Femke. Ik studeer ook geschiedenis nu aan de Radboud Universiteit. En ik had meer een beetje een vraag over uw studentenleven. Als u daarover wil praten in ieder geval. Want ik ben zelf altijd best wel geïnteresseerd in studentenverenigingen en de corpora hier in Nederland.
Ja, dit interesseert misschien een groot deel van de collegezaal niet. Maar mij interesseert het wel heel erg. Ik zit er zelf niet per se bij, maar meer gewoon de dynamiek die dan tussen studenten ontstaat. Hoe dat, zeker bij de corpora, hoe dat dan tot bepaalde dingen kan leiden. En u heeft zelf bij het Utrecht Studentenkoor gezeten. En nu wil ik niet zeg maar, associëren dat u ook bij de slechte... Of bij een beetje de grimmige... Nee, sorry. Nee, dat u een beetje bij de grimmige kant zit. Maar ik wil meer vragen aan u. Hoe heeft u dat zelf ervaren? Een beetje die dynamiek tussen studenten. Ben je zelf lid of niet? Nee, ik ben zelf geen lid. Ik zit ook niet bij de studentenvereniging. Nee, dat zie je zo. Oh, die had ik niet zien aankomen. Nee, maar het is meer gewoon... Ik ben er wel heel geïnteresseerd in, omdat ik gewoon geïnteresseerd ben in die... Oké, de vraag is duidelijk, Stijn. Dankjewel. Ja. Maarten. Ja, dan eerst maar even... Ik heb 8 jaar gestudeerd, dus ik had alle tijd om de verschillende aspecten van het studentenleven te beleven. Of ik achteraf, of ik voor de tweede keer lid van het Utrechtse Studentenkoor zou worden, dat betwijfel ik in hoge mate. Ik heb mijn kinderen de keuze gelaten. Ik kom uit een familie waarbij als je niet lid van het koor werd, was je een knor. En om nou bij een ooms eindeloos bij de kerstviering te horen zeggen, oh, daar hebben we onze knor, hè? Of onze kleine knor, dat trok mij niet aan. Mijn opa was bereid extra middelen ter beschikking te stellen voor de feestelijkheden die de corpora onder elkaar organiseren. Maar ik vond dat het ook tal van bezwaren had dat er allerlei dingen gebeurden die totaal niet door de beugel konden. Dat gold natuurlijk in het bijzonder voor de groentijd. Daar is ook wel wat aan hervormd en veranderd, maar naar mijn idee nog steeds onvoldoende. Als u ooit in Utrecht bent, ja nee, ik kan u niet aanbevelen om eens even de sociëteit binnen te lopen. Maar er is eigenlijk verrassend weinig veranderd. Even afgezien dat kaalscheren en zo, dat hoort er nu niet meer bij. Dus het is een beetje ouderwets. Ik zou het niet anders kunnen wat zeggen. Wat betekent het voor de dynamiek tussen mensen? Hè? Want dat staat ook in de vraag. Ja, voor de dynamiek betekent het verder niet zo verschrikkelijk veel. Vrienden voor het leven wordt dat gezegd. Dat je op je lazer kreeg als je niet opstond als ze gingen zingen. Hoezee, ik heb zo'n lol gehad en dan allemaal dat soort van dingen. Het was een hele onaangename collectiviteit op allerlei punten. Je werd gedwongen om dingen te doen waar je helemaal geen zin in had. En als je het niet deed, dan werd je eruit gelazerd. Ik ben om allerlei redenen uit de sociëteit gezet vanwege suède schoenen. We zijn hier geen homo's voor ons. Ja. Het is de jaren 60, maar dat was het. We hadden zo'n rebels blaadje van de universiteit, dat heette Trofonios. Dat zat ik in de sociëteit te lezen, nou, meteen eruit gelazerd. Hè. Ik had nog eens een grijs overhemd aan, meteen eruit gelazerd. Terwijl moet je zien hoe ze er nu uitzien met die stomme spijkerbroeken. Hè. Dus mijn hele leven heb ik zo'n hekel gehad aan spijkerbroeken. Dat is nou een uniform, hè, tegenwoordig. Dus ja, maar nog even terug naar mijn kinderen. Mijn zoon, die natuurlijk in Utrecht is opgegroeid, moest niets van koorleden hebben gezien en ervaringen in de horeca. Heel begrijpelijk overigens. En mijn dochter is een enthousiast koorlid in Amsterdam geworden. In Amsterdam, notabene. Hè? Dus het is maar net hoe je het bekijkt. In Amsterdam zat natuurlijk ook het jaarclub en zo'n systeem zat anders in elkaar. Dat, naar mijn idee, wel iets beter. Maar nogmaals, ik zou niemand die ook maar de geringste aarzeling heeft en geen ooms heeft, die het van essentiële betekenis acht dat je geen knor wordt, dan zou ik zeggen, doe het niet. Oké, okay. Andere vragen. Ja, komt-ie. Yo, hij is zacht gelukkig, dus dat scheelt. Hallo, mijn naam is Vincent. Mijn vraag voor Maarten is, vindt u dat Carthago weer opgebouwd moet worden en waarom wel of niet? Aha, Carthago, ik neem mensen de Lindam. We hebben een gymnasiast te pakken. Zoveel is wel duidelijk. Ja, dat zou ik eigenlijk wel willen. En ik zal u proberen uit te leggen waarom. Als je als gymnasiast naar Griekenland ging. Ik ben overigens nooit in Noord-Afrika geweest. Dus wat daar, Carthago, zoals iedereen misschien wellicht weet, ligt in Noord-Afrika, lag in Noord-Afrika. Er zijn nog trouwens vrij omvangrijke resten nog steeds. Je kunt nog steeds zien hoe het havensysteem in elkaar zit en zo. Maar goed, ik was in Griekenland.
Ik was net van de middelbare school af, was net aan de studie begonnen. En ik vond eigenlijk die Griekse ruïnes, ik vond het waardeloze rommel. He, u weet het, Parthenon, dat staat er nog wel, maar dat is door de Venetianen opgeblazen. Niet zo heel lang geleden overigens, althans geen 2500 jaar geleden. En het enige wat ik leuk vond in Athene was de Stoa. Beneden aan de Acropolis heb je de Stoa. Dat was het gebouw waar die filosofen op en neer wandelden om hun op nu totaal uit de tijd geraakte gedachten uiteen te zetten. Zeg ik speciaal voor de filosoof onder u die we daarnet hadden. En dat vond ik, ik vond alle herbouwde klassieke dingen vond ik leuk om te zien. Om dezelfde reden dat bijvoorbeeld, hoe heet dat ding daar in Rome? Ja, met een gat in het dak, kom op. Het Pantheon, precies. Wat een fantastisch gebouw. Het staat er nog. Het is gewoon een Romeinse tempel die uit het 170 na Christus dateert. Met een gegoten cementen koepel. Dat is uniek. Dat is meer dan duizend jaar uit de mode. Konden we dat niet meer? En zij konden het wel. Overigens met vulkanische as. Kijk, ik heb wel een neiging om te ontsporen, zoals u merkt. Maar zou ik het toejuichen dat de UNESCO de haven van Qatar. Want die zit namelijk enorm interessant in elkaar. Het is een ronde haven met waar je een heleboel schepen aan kunt leggen. Ik zou het leuk vinden als het herbouwd zou worden. Kijk, we herbouwen een massa's rommel. Dus waarom zouden we niet Carthago herbouwen? Het is ook een leuk projectje natuurlijk. Hè? Voor Tunesië, wat toch al een beetje in de klem zit. Het lijkt me ook enorm nuttig. Dus ja, ik ben er wel voor. Hi, wie ben je en wat is je vraag? Hi, ik ben Jesse. Ook een geschiedenisstudent, zoals de meesten hier kennelijk. En mijn vraag is, ik wijs heel erg aan op de mondelinge tentamens. Wij moeten nu best veel andere tentamens doen. En vindt u dat eigenlijk een goede ontwikkeling, al die schriftelijke tentamens in vergelijking met de mondelinge tentamens? Nou, dat hangt er vanaf op welke vorm ze hebben. Als het multiple choice is, vind ik het wel ongelooflijk stom. Ja, ik bedoel, dat is toch op kleuterschoolniveau, dat moest niet kunnen. Daar staat tegenover natuurlijk dat schriftelijke tentamens, van meisjes is het vaak goed leesbaar. Al begrijp ik nooit waarom ze met groene inkt schrijven. Maar moeten ze me nog eens uitleggen. Maar meisjeshandschriften zijn goed te doen. Maar vooral de jongens tentamens, die hebben een uniek soort van onontwarbaarheid. Dat doet een beetje denken aan hoe heet het, lineair B en A, al lijkt dat nog niet ontcijferde. Nou, die zijn toch wel ontcijferd. Onontcijferbare talen met ook pijlen die dan op de eerste pagina beginnen en dan rondlopen en verwijzen naar de andere pagina. Die moet je dan op de kop houden, want anders kun je hem niet lezen. En ook heel veel studenten denken dat scattershot antwoorden, dat wel nuttig is. Dus je vraagt iets over een specifieke dictator en ze schrijven alle kennis op over alle dictators waar ze ooit van gehoord hebben. Maar en dan is altijd de vraag, moet je dat nou fout rekenen, al dat slappe gelul? Of denk je, nou ja, we zien het maar door de vingers. Want jongens zijn vaak wel volstrekte chaoten. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Het is overigens een vrij aanzienlijk en snel groeiend maatschappelijk probleem. Dat jongens en meisjes, dat meisjes het zoveel beter doen aan de universiteiten dan jongens. In Amerika is dat nog veel extremer dan bij ons. Maar bij ons begint het natuurlijk ook een probleem te worden. Waarbij ook allerlei beroepsgroepen de vraag stellen. Moet de feminisering van het beroep doorgaan? Is het niet beter om toch een soort 50-50 verhouding? 60% van de huidige rechters in Nederland is vrouw. Vrijwel alle medische specialismen lopen vol met vrouwen. Daar is over zichzelf niks tegen. Al overkwam mij nog eens iets. Ze moesten naar mijn been kijken. Een dermatoloog in een ziekenhuis in Driebergen. Nee, niet in Driebergen, in Zeist, het Ziekenhuishuis. En nou ja, de dermatoloog zelf leek mij een jaar of 14 ongeveer. En zij had twee assistentes die, denk ik, nog stagiair op de kleuterschool waren. En daar stond ik in mijn onderbroek met mijn bejaarde witte benen, bovendien op een schavotje. En daar stond ik, ja, wat moet je in zo'n geval zeggen van leuke onderbroek of weet ik veel. En zij keken me aan zo met zo'n
intense, verbijsterde verbazing dat zulke wezens bestaan. Dus ja, het heeft voor een oudere man die groot geworden is in de jaren 50, is het soms een beetje een frictievolle situatie. Ja, je kunt dat waarschijnlijk totaal niet voorstellen, maar zo ligt het voor mij wel een beetje. Maar dus dat gebeurt, en dan gebeurt er, als dit verschijnsel zich voordoet, gebeurt er iets heel merkwaardigs. Namelijk dat de salarissen, hoe meer vrouwen er werkzaam zijn in zo'n sector, hoe lager de salarissen worden. Dat hadden we kunnen weten, omdat in de voormalige Sovjet-Unie vrijwel het hele specialistenbestand bestond uit vrouwen. En die werden miserabel betaald. En wat blijkt nu, als je het beroep... Want ik weet niet of je het weet, vroeger had je dan de medisch specialist, die had een BV'tje. Nou, god, mijn zwager, die verdiende toch al gauw 7 ton in zijn BV'tje. Ja, dat vonden ze vaak dan nog te weinig. Maar goed, die wereld is grotendeels verdwenen. Dus wat we precies moeten doen met het enorme succes van vrouwen in het onderwijs. Onderwijs is eigenlijk natuurlijkerwijs georiënteerd op de braafheid, de trouwheid, de werklust en de normale intelligentie van vrouwen. Maar er is op een aantal punten is een wereld te winnen, met name denk ik in de beta-vakken. Als u naar MIT kijkt in Boston, dan zult u zien dat ook wiskundigen, natuurkundigen, dat zijn net zo goed vrouwen als mannen. Daar is geen verschil meer. Op dat punt is er in Nederland nog een hele lange weg te gaan. Die zullen we denk ik wel gaan. Maar voor de vrouwen geldt dan wel, als u trouwt en als u kinderen krijgt, gaat dan niet weer terug van uw 36,2 uur normale werkring naar 15 of 16 of zo. Blijf werken. Dat kan heel goed, kan ik u verzekeren. Blijf werken. Is er iemand die daarop wil reageren op die stelling? Ik zie jou. Jij twijfelde. Vertel. Ik had een andere vraag. Oh, dat mag ook. Ja, dat mag ook hoor. Dat vang ik helemaal niet erg. Vertel. Oh, goed zo. Nee, ik was wel benieuwd. U heeft natuurlijk hecht veel waarde aan de overheid. Hè? Ik denk iedereen wel. En ook heeft u het wel eens over de incompetentie van de overheid. Mm-hmm. En ook op het... Op het systeemniveau, denk ik, heeft u ook ideeën over hoe dat efficiënter kan. Maar ik was benieuwd, heeft u ooit wel eens zelf overwogen om bij een gemeente of een provincie of een rijksoverheid te gaan werken? Nee, ik moet bekennen dat ik dat nooit overwogen heb. Ik heb een tijdje in een soort van actiegroep gezeten, vrij recent. Of over de voor de Baliebaan in Utrecht. En ik weet nog wat mijn broer tegen mij zei. Die is kunsthistoricus en die heeft lang gewerkt, zolang die werkte bij Monumentenzorg Amsterdam. En die zei van, begin er niet aan. De gemeente heeft meer geduld dan jij. De gemeente heeft meer geld dan jij. En de gemeente is geen bal geïnteresseerd in wat jij denkt. Dat was grotendeels juist, maar we hebben toch gewonnen. Nadat ik vertrokken was. En je hebt ooit burgemeester gespeeld in de film. Ja, dat is nou weer wat anders. Ja. Ja. Ik was een verzuurde linkse burgemeester. Ja. Dat was wel mooi, dat huis. Het speelde in Haarlem. Nee, vergeet niet, ik studeerde af na al die 8 jaren. Ik heb een jaar lang in een researchinstituut gezeten, waar ik me enorm vermaakt heb en alle mogelijke leuke Europese kennis heb opgedaan natuurlijk. Ze kwamen uit alle windstreken. Het gaf je ook een heel interessant panorama over de kwaliteit van de verschillende academische opleidingen. We hadden Oost-Europeanen, Amerikanen, Duitsers. Nou, het was van alle wat. Scandinaviërs waren het slechtst opgeleid, vond ik. Wat ze daar doen aan de universiteit, ik zou het niet weten. Maar ja, die ene is geleerd. Kon wel vaak goed pingpongen. Dat kennelijk was dat een sterk ontwikkeld vak aan de Zweedse universiteiten. Dat zou kunnen. Verreweg de beste opgeleide historici, want het waren natuurlijk allemaal historici. Is dat nog een antwoord op uw vraag eigenlijk? Of, nee, nog niet helemaal. Of je ambtenaar wilde worden was de vraag. Verreweg de beste opgeleide historici waren de Duitsers. Die waren echt solide opgeleid. Ik weet wel dat ik in een conversatie, wist ik niet wie von Caprivi was. Nou, dat vonden ze toch wel, was je wel vrij. Wie van u trouwens, wie weet wat wie von Caprivi was? Wat? Ja, maar wanneer? Ja, en wanneer? Nou, dit is een meesterlijk antwoord, omdat het een typisch studentenantwoord is. Hè?
Dus je vraagt hoeveel inwoners heeft China, dan zeggen ze veel. Nou, prima antwoord. Hè. Ja. Nee, jaren 90 is het. Hij is het ook niet zo verschrikkelijk lang geweest. Waarom gebruiken wij de naam nog wel eens? Er bestaat een Vulkaprivi-strook in Zuid-Afrika. Ik zeg dit nu allemaal met een zekere trots, maar ik wist het toen niet. Dus ik ging af als een gieter voor die Duitse historici. De Amerikanen was allemaal hetzelfde liedje. Die hadden allemaal op hun formulieren ingevuld dat ze fluent in German waren. Nou, ze begrepen er vaak geen kloot van. En dan gingen ze naar het archief in Koblenz. En dan moesten ze, ging allemaal natuurlijk om de studie van het nationaalsocialisme. Dan moesten ze die ambtelijke teksten van die nationaalsocialisme. Dat je denkt, wat zouden ze daar in godsnaam van bakken? Hè? Want dat was voor ons Nederlanders was het ideaal. Als het de conversatie ons eigenlijk niet beviel, dan spraken we Engels. En als de Engelsen te veel praatjes had, switchen we over naar Duits. Dat werkte eigenlijk fantastisch, werkelijk. Wie hebben nog meer? Dus die Amerikanen vonden ik eigenlijk minder goed dan hun reputatie was. De Oost-Europeanen kwamen alleen om een goedkope auto te kopen en eens te kijken waar de vrijheid bestond en te mopperen over die ellende waar zij natuurlijk in moesten leven in die tijd. Dit speelt in 70, 71. Ik heb hard gewerkt een jaar, maar na een jaar heb ik besloten om iets anders te doen. Dat kon toen nog. Hè, als u denkt, u bent gaan promoveren en als u denkt na 1 of 2 jaar, wat een klote onderwerp. Hè, hoe ben ik hier in godsnaam aan gekomen? Toch even doorzetten. En hier bidden ze in ieder geval voor dat u begint, bidden ze nog, dus wie weet. Oké, andere vragen, eventjes hier aan deze kant. Ja, ik ben Veron, tweedejaars biomedische wetenschappen. En ik vroeg me af, want veel mensen kennen u natuurlijk ook van de slimste mens. Maar hoe ervaart u dan de samenwerking met Philip Freriks? Ah, Philip is een schat. Ik weet niet of we, ja, samenwerking. Kijk, ik zou zelfs met mijn liefste vriend niet samen willen gaan kamperen. En als Philip mij volgende week, als we weer beginnen, zou voorstellen, zeg, ik zou wel eens 2 weken met je willen gaan kamperen in een Cévennes, dan zou ik zeggen, ga dat maar alleen doen. Want daar voel ik heel weinig voor. Maar ja, wij kunnen prima met elkaar opschieten. Ja, en ik vind het ook wel leuk om een beetje te plagen. Kijk, hij heeft zijn oortje in. Hij heeft een oortje in, ik niet. Dus in dat oortje zitten, vooral als ik dan begin te praten, dat merkt u hier ook wel een beetje natuurlijk. Dan zeggen ze bij regie, zeggen ze, kom op Philip, we moeten door. En laat hem nou niet doorlullen, want dat is niet, nou, op die manier gaat dat dan. En dan hou ik op met praten en dan denkt Philip dat ik echt ophoud. En net op het cruciale moment dat hij dan iets wil zeggen, zeg ik iets. En wel zoiets waarop hij wel iets moet zeggen. Hè? Dat is wel fijn werk om te doen natuurlijk. Sowieso is de slimste mens eigenlijk. Ja, dat is een uitje, zo zie ik het zelf. Het is hartstikke. Hoe lang gaan jullie nog door? Want ik las dat ze aan opvolgers aan het werken zijn. Ja, daar dreigen ze al jaren mee. Wat ook wel begrijpelijk is natuurlijk. Ik word 80 in oktober en Philip is een half jaar jonger dan ik. Dus die wordt 80 volgend voorjaar. En ja, dat is natuurlijk een vrij curieuze zaak dat een van de succesvolste Nederlandse programma's wordt gepresenteerd door twee totaal beschimmelde bejaarden. Maar maakt het uit wie er zit bij dit spel? Of gaat het gewoon om het spelletje? Nou, het zit verrekt goed in elkaar. Het is een Belgische formule. We hebben in het begin nog een Belg gehad die kwam toezicht houden of het wel goed heet. Een hele lieve jongen. Meestal zat hij te pitten. Maar dat is nu niet meer. Het is een heel sterke formule, denk ik. Maar waarom wij? Want je weet, het is eerder in Nederland geprobeerd door hoe heet ze? Linda de Mol. Linda de Mol en die jongen van KB. Ja, Martijn. En dat is helemaal geen succes geworden. En vervolgens heeft iemand, nooit is duidelijk geworden wie, besloten, waarschijnlijk in een toestand van katatonische verwarring. Die heeft besloten twee bejaarden in te zetten. En vergeet niet, het was voor 1 zomer. Het was nooit de bedoeling dat het door zou lopen. Het was voor 1 zomer, de sportzomer. Ik werd gebeld en toen zei iemand die ik ken bij de productiebedrijf, zei, heb je zin om iets te doen voor mensen die niet van sport houden? Nou ja, je begrijpt.
mijn liefde stroomde over. Ik zei, ja, dat wil ik graag doen. Dat lijkt me hartstikke leuk. En het, vanaf het praktisch het eerste moment liep het goed. Ja, het is ondertussen nog weer op Nederland 1 nog weer veel beter gaan lopen. Wij wouden helemaal niet naar 1 of zo. Dat was onze intentie totaal niet. Hier waren heel veel vingers. Ja, hiervoor. Dankjewel. Ik vroeg me af, ik ben altijd heel geïnteresseerd geweest in Amerikaanse politiek. En nu is daar nogal wat polarisatie, in Nederland ook, maar daar is het ook meer. En ik vroeg me af wat uw blik daarop is. Gaat dat weer een keer goed komen of loopt dat helemaal uit de hand? Ik zie het op afzienbare termijn niet goed komen. De Republikeinse Partij is in essentie een minderheidspartij in de Verenigde Staten. Ze hebben natuurlijk ook vrijwel alle verkiezingen verloren van de afgelopen weet ik hoeveel keren, behalve in 2004. Toen ze natuurlijk met bangmakerij nog wel redelijk gescoord hebben. Al heeft Kerry toen ook prima gescoord, daar niet van. En verder hebben ze altijd verloren. Maar door een wonderlijk systeem, namelijk het Electoral College, wint de verliezer. En dat is een trend die door de demografische ontwikkelingen in de Verenigde Staten alleen maar veel sterker zal worden. Amerika is een land wat, kijk, de Great American Heartland loopt deels leeg. Heel begrijpelijk als je er ooit geweest bent. Hè? Ja, als je in Oklahoma bent, dan denk je, ik wil je zo gauw mogelijk weg zien te komen. Maar ik ben deze zomer 10 dagen in Wyoming geweest. En dat is op zichzelf een unieke ervaring voor een Nederlander. Want Wyoming is 6 keer zo groot als Nederland. Maar heeft evenveel inwoners als groot Utrecht. Dus u kunt ze wel een beetje voorstellen. We hebben ook meteen een herdood gereden. Ja, niet expres, maar... Die beesten die streken daar voortdurend, omdat ze helemaal niet erg gewend zijn aan mensen. Steken ze voortdurend over en ze kijken niet naar links en ze kijken niet naar rechts. Ze steken zo over, die witstaartherten. Ik denk dat het eerst erger moet worden. Ik acht het weer niet uitgesloten dat Trump zou kunnen winnen in 2024. Iedereen zit hier altijd van, ja, maar met die rechtszaken en... Maar dan moet je dat speelt voor de kiezers van Trump geen enkele rol. Integendeel, hoe meer rechtszaken, hoe meer ze zeggen, zie je wel, de deep state en die vuile democraten die zelf ook niks dan verkrachters voort hebben gebracht. En bovendien, je ziet zo'n vrouw, dan heb je toch nog maar één ding om... Nou ja, je kunt er van alles van maken als je wil. Dus ik denk dat het eerst nog aanzienlijk ernstiger fout moet gaan. Voordat men met name natuurlijk in de Republikeinse Partij tot het besef komt dat deze vorm van, naar mijns inziens, volstrekt nihilistische politiek, dat uiteindelijk tot niks leidt. Maar dan het wonderlijke is natuurlijk dat het systeem zo in elkaar zit dat als je het handig gebruikt, dat je heel lang als minderheidspartij in feite aan het langste eind kunt trekken. Kijk naar het Hoge Rechtshof. Dat is een schandelijke vertoning wat ze Obama hebben aangedaan met zijn kandidaat in de tijd. Het is onbegrijpelijk dat het gebeurt, maar het gebeurt. En nogmaals, Trump is het was ook zo gek. Iedereen lult over dat die Biden zo'n oude man is. Trump is 3 jaar jonger, zoveel maakt het niet uit. Hij heeft zijn hele leven Big Macs gegeten. Hij had al lang dood moeten zijn. Achter je is ook nog een vraag. Ga je gang. Ja, over leeftijd gesproken, het dreigt nu te borden. De Democraten, ja, die hebben dus eigenlijk weer Joe Biden in de strijd gegooid. Daar is heel weinig kans op verjonging, heb ik het idee. Bij de Republikeinen zal het gaan tussen DeSantis en Trump. En hopelijk niet dat die Taylor Greene zich er tussendoor gaat bewegen. Maar ook omdat bij de Democraten er eigenlijk nog geen verjonging eigenlijk in zit. We hebben wel, waar ik een groot liefhebber van ben, AOC, maar... Ocasio-Cortez, maar er is nu niet echt een nieuwe leider die daarbij opstaat bij de Democraten. Nou, er zijn allerlei nieuwe jonge Democraten. Er zijn hele aardige jonge gouverneurs die best hoge ogen zouden kunnen gooien. Maar dan, je moet in Amerika per slotverrekening dat wij denken, in Nederland ben je zo beroemd. Hè? We hebben bijvoorbeeld een heel nieuwe mevrouw van de BB-beweging. En in Nederland hoef je alleen maar 3 jaar lang bij de talkshows te gaan zitten en dan ben je wereldberoemd. En word je beschouwd als de nieuwe Jezus, zei het wel wonderlijk genoeg in de vorm van een gezette vrouw. Met allemaal van die rare lappen.
waarom de Nederlandse kiezers er iets in zien. Want dat blijft gek. Ik dwaal even af, dat begrijpt u. Nou hebben we, eerst hebben we Pim gehad. Onze Pim. Onze redder. Onze Messias. De man die alles zou veranderen. Nou, dat is slecht afgelopen. Toen hebben we die mafketel van een Geert gekregen. Die is goed in het voorlezen van boze tekstjes. Dat doet hij 1 keer per jaar bij de algemene beschouwing. En verder merken we er niet zo verschrikkelijk veel van. Toen hebben we Rita gekregen, weet u nog? Die zei dat iedereen op straat Nederlands moest spreken. Ik was nog in mijn nopjes, denk, zijn we Limburg kwijt. Maar Rita is ook niks geworden. Daarna dacht ik, nou ja, daarna werd het zo gek dat je echt begon te denken, hoe gaat dit verder? Kregen we Thierry Baudet. Mag ik erop wijzen dat ook de kwaliteitskrant, hier de kwaliteitskrant, 2 jaar lang het ene reuze artikel na het andere heeft geschreven dat die Baudet, dat was toch wel een eerste klas kracht. Die kon het 2e pianoconcert van Rachmaninoff en zo spelen, bij wijze van spreken dan, het schijnt heel lastig te zijn. En hij lag naakt op een piano, dat is sowieso, als je dat kunt, dan met de klep open, dat is zo buitengewoon. Daar heeft 16% van het electoraat op gestemd. En dan zou je zeggen, eindelijk hebben ze toch... En nu werd ons de 5e Messias aangeboden. En verdorie, we vliegen er weer in. Het is weer precies hetzelfde. Dus ja, hoe kwam ik hierop? Over verjonging. Maar, verjonging bij de Democraten, dat was ja, de vraag. Dat is, ja. Kijk, ik heb... Natuurlijk vind ik Biden betrekkelijk oud. Al sta ik daar natuurlijk heel anders tegenover dan nu, dat begrijpt u. Hij is maar 1 jaar ouder dan ik. En ik kan ook wel zien dat hij moeizaam loopt, maar als u straks oplet, als ik opsta en die levensgevaarlijke suïcidale trap op moet hier, dan daar zou ik wel een lopertje opleggen, eerlijk gezegd. Dan zult u zien dat ik ook oud ben, maar er is niks anders in het aanbod. Het alternatief is Trump. En bij het alternatief Trump ben ik ook bereid om wie dan ook maar, wie u weet te verzinnen, die niet knettergek is, om die in feite te steunen. En er is geen enkel ander democraat met, laten we zeggen, het politieke gewicht. Het schijnt alleen al ruim $250 miljoen te kosten om ervoor te zorgen dat je in alle 50 staat dat die mensen zeggen, dat is waar ook, dat is die en die politicus. Wat wij denken is dat Amerika een soort dat het centraal functioneert vanuit Washington, want daar zien wij altijd de correspondent, hè, hoe heet ze nu, Marieke is het geloof ik, en die legt dan uit hoe het is. Maar ik herinner me nog aan mijn familie, die woont in Ohio, Columbus, Ohio. En toen had ze, 9-11 voorgedaan, dus we dachten, laten we toch eens even bellen. Het is toch zielig, dat zomaar dat... En dus mijn nicht Katrina zei, ja, ze had het gezien. Ja, deze had het die dag toevallig heel andere zorgen. Het is een beetje, wij zijn een onderdeel van de Europese Unie. Stel je voor dat er morgen een afschuwelijke bom ontploft in een buitenwijk van Boekarest. Wie van u zou dan denken, grote god nog een toe, Boekarest. De stad van mijn dromen. Wat verschrikkelijk, hè? Zou dat prachtige paleis geraakt zijn, wat Ceausescu daar heeft gezet. Hè? Nee, u moet zich voorstellen dat Amerika zo ontzettend groot is, dat ze vaak, dat lokale preoccupaties, dat die een belangrijke rol spelen dan die dingen waarvan wij denken dat ze vanuit het centrum Washington, desnoods Manhattan, worden bekeken. Dat heb je in de EU net zo. Ook als je iets over China zou lezen, zou je zien dat de autonomie van de diverse provincies, die even groot zijn als Europese landen en meestal meer inwoners hebben dan Europese landen, dat die een enorm belangrijke rol speelt en een van de redenen van het succes is. Kijk, in Nederland is zo klein dat je, ja, je zou helemaal niet verbaasd zijn als je Rutte tegenkwam. Hè? Hoewel, ja, hier in Nijmegen, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar... Oké, we hebben nog tijd voor 1 vraag. Wil je de microfoon aan haar geven daar? Ja.
Ja, laatst was er in het nieuws dat er eventueel het BSA zou worden verlaagd. Wat is uw mening daarover? Over dat systeem, die punten die u moet halen. Ja, dat de minimale aantal punten dat verlaagd zou worden. Ja, ik vond 30 wel heel weinig van de 60. Hè? Maar ja, ik heb dus nooit zo'n tentamen gedaan. Dus ik zou u... Het is nou dat de tijd op is, maar ik zou u van mijn drie eerstejaars tentamens als geschiedenis, als historicus, als geschiedenisdocent werk, de meest dolkomische verhalen kunnen vertellen. Van het werkelijk gekroonde onbenul waar dat bestond. Het zegt u allemaal geen bal dat je een hoofdstuk vanuit Rijpma, wat een heel matig middelbare schoolhandboek was, moest je uit je hoofd leren. En dan moest je dan rapporteren wat erin stond. En ja, nu ben ik toch maar begonnen. Was een van de tentamens, het heette het bibliotheektentamen. En ik kreeg een titel op. En omdat de bibliotheek van het Instituut van Geschiedenis toen in het gebouw was, moest je dat boek gaan zoeken. Nou ja, ik dus dat boek gaan zoeken. Dat was wel systematisch. Je kon zien aan een nummer, welke verdieping enzovoort. En op ter plekke natuurlijk, u begrijpt hoe dit verhaal gaat aflopen, was dat boek onvindbaar. Het stond er niet. Dus ik ging naar beneden. Ik zei tegen Marietje van Winter, die volgens mij nog steeds leeft en waarschijnlijk nog ouder zal worden dan haar vader, die de 100 gepasseerd was in de tijd. En ik zei tegen Marietje, ik kan het niet vinden. Zij zei, dan heb je een onvoldoende. Dus ik zei, ja, wacht nou eens even. Het staat er gewoon niet. En we zouden dan samen naar boven gaan. Dus wij samen naar boven. En Marietje, ik ging zitten. Marietje zoekt zich een ongeluk en moet natuurlijk tegen haar zin na een kwartiertje bekennen. Het is inderdaad, het boek is er helemaal niet. Waarop ze tegen mij zei, een 7. Ik zei, ja, dat gaan we ook niet doen. Ik wist waar het stond. Hè. Het is maar een 10, oké, daar wil ik niet over zeuren. Maar een 9 is dit toch wel waard. Hè. Dit is eerste jaar geschiedenis. En dan nog dat stukje rijp. Maar dat je moest... Ik heb eerst farmacie gestudeerd. Niet lang, maakt u zich geen zorgen. En dan moest je vrij hard werken. Want je had namelijk elke middag in de week had je practicum. En al heel snel bleek ik een van de meest onhandige praktikanten van de afgelopen 100 jaar te zijn. Dus ik liet de zuurkast openstaan en ik liet het bunzenbrandertje omvallen. En ik heb alles afgekeken bij mijn bankgenoot die de Bruine heette. Mocht u ergens nog een apotheek weten die de Bruine heette. Een top farmaceut was die al in zijn eerste jaar. Dus ik dacht, ik moet hiermee stoppen. Dus toen ben ik geschiedenis gaan studeren. En ik weet wel dat ik na een maand of drie de zaak aangekeken te hebben. Met ook deze tentamen. Wat een leven wordt dit. Jarenlang van niets doen, wachten op mij. Ik kan naar de film. Ik kan gaan lezen. Ik kan gewoon, zonder dat iemand er iets over kan zeggen, kan ik gaan doen waar ik zelf zin in heb. En dat vond ik van de studie, ook met die stomme werkgroepjes van tegenwoordig, waar je ook nooit iets opsteekt, omdat de meeste van uw collega's er toch geen flikker aan gedaan hebben. En de docent vaak het voor de zoveelste keer moet doen. Wij hadden altijd veel betere resultaten met de assistenten die de groepjes gaven, want die vonden het nog leuk en er zat nog energie in. Terwijl wij, als je natuurlijk voor de zoveelste jaar weer palmen moest behandelen, daar weet je niet vrolijk van. En toen deden we een ander boek, toen vonden ze het Engels te moeilijk. Hè? Ja, we hadden het er toevallig even over, maar in Nederland gaat het gerucht dat vrijwel iedereen voortreffelijk Engels kan. Echt prima. Dat je echt, als je de Macbeth leest, dat je niks hoeft op te zoeken. Dat je precies begrijpt hoe het zit. Dat je altijd een citaat van die aan het eind ook uit je hoofd hebt geleerd en zo. Vergeet het maar. Dat Engels van ons is beroerd steenkolen-Engels van de ergst denkbare soort. En daarom ben ik ook zo in... Ja, dat is een nuttig einde, Tom. Daarom ben ik zo blij dat Dijkgraaf eindelijk ook eens een intelligent gestudeerd iemand die minister van Onderwijs wordt. Nou was Plasterk dat ook wel, maar dat Plasterk is een raadsel. Die man heeft echt dicht bij de Nobelprijs gestaan met dat verdomde warmpje van hem. Maar hoe het mogelijk is dat een intelligent mens zo'n waardeloze minister is geworden,
die nu lullige populistische stukjes in de Telegraaf schrijft, dat is toch wel... Wat moet dat verschrikkelijk zijn als die 's nachts wakker wordt? Hè? Als die een kort moment beseft hoe het geëindigd is. En dat het nog erger zal worden misschien wel. Zoiets in die geest in ieder geval. Ja, dus ja, ik vond juist de vrijheid van het studeren vond ik geweldig. En dan kunt u nog zeggen, ja, de geboren luiwammers, daar ben ik ook wel in zeker opzicht. Maar ik zeg het maar, het is een heel leuk eindshot. Ik ben cum laude afgestudeerd. Ze konden niet anders. Dank u wel. Dank je wel. Wil je meer zien van deze live editie? Volg ons dan op de socials, Maarten Podcast op Twitter en op Instagram. En heb je binnenkort zelf een evenement en vind je het leuk om de podcast daarbij te hebben? Stuur ons dan een mailtje. Het adres vind je bij de beschrijving bij deze podcast. We zijn hier geen homo's voor ons. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randdebiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arend-Jan wel heel vreemd, aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek. Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen, niet waar sidderend wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt en ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim 2 uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium generale niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar Sea Level. Daarin vertelt de baas van Ahold Delhaize, Wouter Kolk, hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. De link naar de podcast staat in de show notes.